Ik ben Gerben Valkema, ik ben de tekenaar van de Uiltje etiketten. Ik ben ooit begonnen met het tekenen van Jans en de Kinderen. Ik heb daarna nog voor Donald Duck gewerkt, Woezel en Pip. Ik heb mijn eigen dagtrip al 14 jaar, geloof ik, inmiddels. Ik heb Suske Wiske getekend een tijdje geleden. En ja, vooral heel veel bieretiketten. Ik teken de etiketten al sinds 2015. Dat is begonnen als een eenmalig etiketje. Dat was deze, de Joost Mag Weten, toen nog op fles. Rob was op zoek naar een tekenaar die cartoony kon tekenen. En toen werd ik getagd op Facebook. Goh, is het wat voor jou? Ik zei, nou, dat vond ik wel leuk. Dus Rob en ik contact met elkaar. En Rob helemaal voorgeschetst van, nou, dit ongeveer wil ik hebben en kun je dat? Nou, prima. En nou ja, zo is dat eigenlijk gebeurd. Dat was het eerste etiket. Etiketten ontwerpen voor bier is net iets anders dan strip. Want strip, dan kan je iemand vasthouden met bijvoorbeeld in de krant 3 plaatjes. En dan vertel je een grap. Mensen hebben echt dan aandacht echt speciaal voor die strip. Maar een etiket, dat moet eigenlijk gewoon 1 statement zijn. En dat is het grote verschil. Dat moet een soort mini-postertje zijn. En dat is een beetje het hele idee achter die etiket. Die moet ook een beetje de aandacht vangen natuurlijk. Er is een bestand. Daar staat welke bieren er allemaal aan staan te komen. En dan krijg ik gewoon de vraag van, nou, er komen er weer 5 aan. Kun je weer 5 labels maken? Dan krijg ik de namen door. En het eerste wat ik altijd ga doen is om zeuren of de deadline verschoven mag worden. En het tweede is gewoon aan het schetsen. Hele ruwe schetsen, soms een beetje met kleur erin. Gewoon best wel lelijke tekeningen. Maar het idee is, staat er gewoon heel duidelijk al op. En dat stuur ik naar de brouwerij. Daar bespreken ze dat. En als ik dat heb, dan print ik ze uit. En dan leg ik ze op de lichtbak, heel ouderwets. Velletje tekenpapier er overheen, een potlood erbij, potje inkt, penseel en dan lekker ouderwets aan het tekenen. En daarna ga ik via Photoshop, wordt die ingekleurd, InDesign, op het label gezet. Maar het leukste is het hele tekenen.